Hartpatiënten verkeren continu in onzekerheid over het functioneren van hun hart. Zo komt het regelmatig voor dat ze met spoed naar een arts moeten of dat ze met een ambulance naar de eerste hulp worden gebracht. Maar daar komt nu verandering in door de komst van Hartwacht. Hartwacht is een innoverend, baanbrekend concept waar met behulp van nieuwe technologieën de zorg wordt gepersonaliseerd, dicht bij de patiënt gebracht en op het moment dat de patiënt dat nodig heeft. Het menselijk lichaam is een bron van data. Deze data kunnen we op dit moment alleen in het ziekenhuis verzamelen en uitlezen. Met dit concept kunnen we de patiënt continu monitoren en daarmee stellen we de dokter in staat om meer in te grijpen. En wij zijn ook in staat om met elkaar te communiceren. Dus als nodig is, kan je ons altijd bereiken of via internet of bellen. Hartwacht is ontwikkeld samen met dokters en patiënten en bestaat eigenlijk uit drie dingen. Je hebt online toegang tot je eigen dossier, waar dan ook ter wereld. Je hebt een app voor thuismeten om je waarden zoals hartslag of bloeddruk veilig in te kunnen sturen. En je kan 24 uur per dag videocontact hebben met de dokter, die dan uiteraard toegang tot jouw medische gegevens heeft. Door de komst van Hartwacht wordt patiënten veel ritten naar een arts of het ziekenhuis bespaard. En dat is voor de patiënten erg prettig. Het geeft mij heel veel rust. Ik ben inderdaad nu 3 jaar hartpatiënt en nu 2 maanden ongeveer bij Hartwacht. En ik ben best wel snel bang of ik raak in paniek. En het is dan toch wel heel geruststellend om te weten dat er iemand meekijkt of alles goed gaat. De laatste tijd ben ik helemaal niet meer met spoed naar een arts of ziekenhuis gehoeven. Dus ik weet als er iets is waarvan ik denk van nou, dat zit niet goed, dat ik gewoon direct kan bellen. Verzekeraar Zilveren Kruis sluit een langjarig contract voor de vergoeding van Hartwacht voor haar verzekerden. We vinden het enorm belangrijk dat onze verzekerden die kampen met chronische hartproblemen, dat die grip hebben over hun eigen gezondheid. En deze oplossing maakt dat mogelijk en geeft hun de zekerheid om op een goede manier met hun ziekte om te gaan. Met deze structurele vergoeding van deze moderne zorg heeft Nederland op het gebied van e-health een doorbraak en Europese primeur.